Het is niet gefeliciteerd met de overwinning op VVOG. Verrast dat je in de 13e minuut er al in kwam? Ja, ik ging er niet van uit eigenlijk voor de tijd. De trainer kwam voor de wedstrijd bij me dat voor aanvang van de wedstrijd dat Niels een beetje last had. En dat ik vanaf het begin al kon gaan warmlopen. En dat het zomaar kon zijn dat ik erin moest komen. En dus maakte ik me klaar. Ja, want Leemhuis had last van zijn bovenbeen. Die wou geen risico lopen. Nou, dan mocht hij erin. Dus ja, bijna de hele wedstrijd gespeeld eindelijk. Ja, heel blij mee. Ik wacht natuurlijk op mijn minuten. Ik was 4 weken geblesseerd aan mijn enkel. Ik heb vorige week nog een helftje gespeeld bij het tweede. Dus ik dacht van ja, 80 minuten, zou ik het volhouden of niet? Maar ging prima toch? Ja, op zich voel ik me fit en ik ben blij dat ik die minuten mocht maken. Ja. Wat vond je van de eerste helft? Ja, ik denk dat je op zich wel goed begint. In het midden van de wedstrijd werd het iets minder, werden we zelf iets slordiger aan de bal. Werden zij een beetje gevaarlijk vanuit de omschakeling, lange ballen, tweede ballen. En daar hadden we iets moeilijker mee. En toen aan het eind van de tweede helft pak je toch weer iets meer op. Krijg je zelf nog een aantal mogelijkheden en ging je de rust in. Ja, ja, wat we de beste mogelijkheden gehad, zeg maar gerust kansen. Zeker. Want het vizier stond niet op scherp bij onze spits deze wedstrijd. Nee, helaas niet. Normaal als hij er staat, dan scoort hij ze. En dat was vandaag niet zo, maar niet alleen Gifan. Ik denk dat we meer mogelijkheden hebben gehad. En ja, dat we gewoon niet nauwkeurig genoeg zijn voor de goal. Ikzelf kwam nog een keer via links door. Die had ik moeten schieten. Twijfelde ik te lang. En zo hadden we nog wel een aantal kansen. Ja, dan kom je toch anders de tweede helft of de kleedkamer uit. De tweede helft begon wel beter dan de eerste helft. Zeker. Ik denk dat we vanuit ons meer initiatief namen. En dat we via de zijkanten iets geduldiger waren. De kantwissel, zij zakte dan weer iets verder in. Voetbalden we goed geduldig doorheen. Via het midden naar de zijkant en geduldig op zoek naar kansen. En uiteindelijk hebben we er gelukkig twee mogen maken. Ja, op een gegeven moment krijgen we er drie wissels in, waaronder Hielke. Hielke kreeg gelijk in de 66e minuut een mogelijkheid, maar die werd gekeerd door de keeper. Maar stond Hakim er nog? Ja, ik denk een goede aanval. Hij begon van links, toen ging hij naar het midden. Toen ging hij naar rechts, naar Mirko en een goede voorzet. Hielke die hem net niet binnen kon schieten en gelukkig stond Hakim er nog. En die bleef echt heel mooi rustig voor de goal en schoot hem ook gecontroleerd in de hoek. Ja, er staat 1-1 in 66 minuten. Wat denk je dan met die 1-1 van, nou gaan we erop en erover? Zeker. Ik denk, als je kijkt naar de kansenverhouding van beide teams, dat wij gewoon hier moeten winnen, thuis. En ja, dan wil je gewoon voor de winst gaan. Makkelijk zat. En gelukkig kwam die ook nog. Ja, hoe ging dat doelpunt? Ja, vanuit achteruit. Ik denk, we zeiden geduld. We bleven volgens mij eerst achterin nog rustig een paar keer rondspelen. Toen kreeg Niek de bal. En die gaf hem over de verdediging heen. En Simon, ja, werelddoelpunt. Prachtig. Ja, wat een schot of niet? Ja, heerlijk. Hij raakte perfect met zijn wreef over de keeper heen. En dan sta je 2-1 voor. En dan denk je, dit mogen we niet meer uit de handen geven. Nee, toch zat ik te wachten op de 3-1. Ik dacht, dan is het helemaal gebeurd. Ja, tuurlijk. Dat hoop je zelf ook. Met in het achterhoofd van, weet je, zij gaan misschien iets optimistischer spelen. Straks komt er nog een counter. Je moet zorgen dat de restverdediging goed staat. En ik denk dat we dat ook redelijk goed voor elkaar hadden. Dat zij niet meer echt grote kansen hebben gehad. En zelf kun je misschien dan nog maken, daar hoop je dan op. Maar uiteindelijk ben je gewoon blij dat je de 3 punten thuis houdt. Ja, hele goede uitslagen eigenlijk, want de koploper nummer 2 hebben verloren. Dus okay. Ja, de top 5 staat weer een beetje bij elkaar. Ja, nou dinsdag tegen Barendrecht, hele belangrijke wedstrijd. Zeker, ik denk dat de wedstrijden die er nu allemaal komen een groot verschil kunnen maken. Je speelt heel veel wedstrijden, dus je moet zorgen dat je gewoon zoveel mogelijk punten pakt. Afgelopen dinsdag speel je een hele goede tweede helft. En ik denk dat we dit met elkaar moeten doorzetten en gewoon zoveel mogelijk punten halen. En daarom is het ook goed dat hij een brede selectie heeft, hè, de trainer. Zeker, dat kon je vandaag ook zien. Je speelt nu veel wedstrijden, jongens krijgen misschien iets meer pijntjes. En ik denk dat je gewoon een hele sterke bezette bank hebt. Want de jongens die erin komen maken soms ook het verschil. Dat zag je vandaag ook, dat zie je meerdere keren. En als we dat met elkaar als team blijven doen, dan denk ik dat we een hele mooie periode tegemoet kunnen gaan. Nou, geniet van de overwinning. Dankjewel. En tot dinsdag. Yes, tot dinsdag.